Overname. Kudus, daar iets wil. Ook Taylor, die vrij diep staat. Bergwijn. Tadić, Bergwijn terug. Xavier Maus. Ruim over Sarawi heen. En door de as, dan is dit Kudus. En die schuift hem prima binnen. En zo zijn we 10 minuten onderweg en is daar de voorsprong voor Ajax Kudus. Het is een 11e van dit seizoen in de Eredivisie. Daarmee net zoveel als Brobbey. En Kudus die in de heenwedstrijd, die in 5-0 eindigde, al twee keer scoorde tegen Heerenveen, heeft ook nu weer zijn goal te pakken. Tadić. Haalt er een corner uit. Achterin Kudus weer met de kopbal. En dan is het Bruma die hem probeert weg te krijgen. Alvarez. Waarbij sommige Ajaxiden dachten dat er sprake was van Hens. Hier bij Bruma moet dat zijn geweest. Maar de arm lijkt me toch redelijk langs het lichaam. Ja, niks aan de hand. Goeie bal van Taylor. Wijndal. Terugleggen. En dan is het Sarawi die probeert eruit te komen. Dan is het schot van Edson Alvarez en dan is het alweer 2-0. Dat gaat wel heel rap. Edson Alvarez. We zijn amper een kwartier bezig. Maar je mag spreken, ja, trots lag je toch wel op het gezicht van Heitinga. Want Ajax is superieur in de beginfase van deze wedstrijd. Dit is geen buitenspel, denk ik. Nee, want bovenin staat nog Keuler die het opheft. Balletje terug. En dan is dit Sarawi die fout maakt. Die aanvallers willen ze maken. Probeer dan toch nog voetballend eruit te komen. En Edson Alvarez heeft daar geen boodschap aan. Die zet zijn voeten tegen. En dan is het hangen. Ruimte aan de linkerkant hier, Bergwijn. En dan snijdt Ajax er met speelsgemak telkens maar doorheen. Tadić terug. Oh, schitterend gedaan. Schitterende goal. 19e minuut, 0-3. Het gaat met een speels gemak. Bergwijn, Tadić, Bergwijn. Het wippertje ook over die twee verdedigers heen. Schitterend gedaan. En de 0-3 op het bord. Bergwijn. Bergwijn. Wie houdt hem tegen? Bergwijn, wie houdt hem tegen? Wie houdt hem tegen? Ja, de paal houdt hem tegen. Maar ook nu weer. Hoe Bergwijn door de defensie heen snijdt. Ongekend. En dan is dit de paal die een hele snelle 0-4 in de weg staat. Bruma. Alhash. Bal springt hem van de voet. Dan is hij voor Alvarez. Rechtsruimte Rens. Dat ook in één keer kunnen geven, maar Kudus, Tadić, Rens naar binnen, overtreding, nee, zegt Manschot, ja wel. En dus gaat de bal op de stip en is er geel voor Sarawi. Het is licht, zeker. Maar er wordt nog even gekeken, was het wel zo zwaar of was het buiten? Of binnen de beruchte lijnen. Hij gaat toch even kijken? Nee, het is erbuiten. Hij hoeft niet te kijken. Maar is het dan een doorgebroken speler? Sarawi moet je dan dus ook niet dan besluiten. Bij geen strafschop, dan moet het rood zijn. Want een doorgebroken speler. Gebeurt allemaal niet. Vrije trap is laag en ruim naast. Een drievoudige wissel. In de 37e minuut. Het is vervelend als je eraf gehaald wordt. Dat is ook wel logisch dat de trainer wat wil. Keulert kruipt nu voor Kudus. Sarawi. Van Amersfoort en Keulert die hetzelfde gat inliepen. Nu is deze voor Keulert omdat Van Amersfoort naar binnen is getrokken.
Sarawi. Sarawi. Van Amersfoort uit de draai probeert meteen te schieten. Haaien. En daar de kopkans. En daar de kopgoal. Het staat 3-1. Van Amersfoort. En zo heeft Heerenveen in ieder geval een eerste stap gezet. Om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Taylor. Bruma. Of Bergwijn naar Timber, naar Kudus was de bedoeling. Bogniewicz voorkomt dat. Taylor was nog maar het schot en dan is het een droge knal. Die 1-4 betekent. En hij kan er ook om lachen. Hij die niet speelde, Klaassen. Omdat hij, Taylor, wel speelt. En hij maakt dan de 1-4. Zo, even een balletje weggegeven. Sarawi moet het afmaken. En dit is wel een strafschop. Tweede keer dat hij richting die stip wijst. In eerste instantie, voor dus werd hij nog teruggedraaid. Geel is er voor Edson Alvarez. Bij de strafschop voor Heerenveen. Nee, minimaal. Voor mij geen strafschop, dus scheidsrechtersballen. Geen strafschop. Ja. Dan is het dan ook geen geel. Als het geen overtreding is namelijk. Geen strafschop. En dan zegt Tadic, dan moet je die gele kaart ook intrekken. En Manschot zegt, ja dat wist ik al wel. Geen geel voor Edson Alvarez. Timosi voor richting Van Hooijdonk. Ze zien allemaal hens. Ja, Manschot die heeft al een paar strafschoppen gegeven. Even kijken. Ja, wat is onnatuurlijk. Het lijkt me, ja. Timosi. Zorgt voor balbezit Heerenveen. Van Amersfoort. Terugleggen, ja. En dan is het de redding van Roelie. Op de inzet van Ewijk. Dit deed de keeper goed. Geen buitenspel, zeker niet van Amersfoort. Dan van Ewijk. Tegen de voet van Roelie. Wijndal. Toch Kudus. En daar is Brobby. En die kopt om de lat. Snapt daar niks van. Dat hem het niet gegeven is om hier zijn 12e van het seizoen te maken. En Ajax 5e van de wedstrijd. Keulert. Sarawi. Daar komt Van Amersfoort. Daar is Van Hooijdonk. En dan is het 2-4. En dan gaan ze er toch weer een klein beetje in geloven. City van Hooijdonk met zijn 8e van dit seizoen. Kudus. Brobby. Terug naar Kudus tussen twee man. Daar komt Maus. Dan is daar een botsing. Gaat uitkomen van Xavier Maus. Is er de pijn bij Bruma. Van Ottelen voor Bruma. Halilovic. Wat kan hier nog? Sarawi in het zijnet. Van Ewijk. De stand nog een ander aanzien te geven.
Timossi. En daar Van Hooijdonk. Daar kwam hij niet echt bij. Voorzet was net niet afgemeten genoeg om de bal in te kunnen knikken. De wedstrijd is afgelopen. Heitinga wint weer met Ajax. Heeft nu dus net zoveel punten als Feyenoord. Na een flitsend begin, dat moet gezegd worden. De eerste 20 minuten was Ajax heer en meester.